Goedendag, dames en heren. Wij zijn van de slangenbezweerders. Wij zoeken de slang Atari hier in het Amazonegebied. Wij zijn hier met 3 collega's en wij proberen te zoeken. Wij zijn met collega Arno en collega Peter. Kees! Kees! Ja, Peter? Moet ik nog uitkijken? Ja, natuurlijk. Oké, Arnold, let jij ook een beetje op. Nou, we gaan zoeken nou, hoor, jongens. Jongen, we zien nog niks. Zo gauw je hem ziet, jongens, kijk verschrikkelijk uit, want hij spuit op 20 meter afstand. Peter? Ja, Kees? Kees, wat is dat nou, die groene slang hier zo? Verdomme, dat is die Atari-slang, denk ik, joh. Ik zou voorzichtig willen, maar kijk uit, jongens, kijk uit. Kijk uit, hier ga ik hem filmen. Niet te dichtbij komen, ja hoor. Dat is die groen Antaria, hij lijkt doen net of hij dood is, maar... Ik zou proberen hem op te pakken. Och, jongens, niet bang wezen. Oh ja, ik heb hem, kijk uit. Oeh, hier, mijn kop uitpakken. Nee, het midden. Beet aan beet. Oeh, kijk eens hoe gevaarlijk die is. Psst, een spuitgif. Kijk eruit, hij spuit je in je ballen. Kijk, ik ben gebeten. Arno, doe je gelijk dat gif toepassen? Oké. Ik laat hem los, want hij brengt een krabbel. Kijk. Oeh. Godverdomme, nou wordt hij wel gevaarlijk, hoor. Ik god hem even neer. Oeh. Ja. Dat is een gevaarlijk, jongens. De Atari-slang. Wij zijn de eerste mensen in de wereld die deze ontdekken in het Amazonegebied. Even vragen hoe het Peter is. Peter, hoe is het met... Kees, ik heb zo'n pijn. Hij heeft me in mijn ballen gebeten. Arno, geef jij een beetje gif toe? Ja, Peter. Oké. We gaan nog even kijken of ik het te pakken kan krijgen. Rustig aan, jongens. Rustig aan. Hier heb ik hem. Godverdomme, wat een gevaarlijk teringbeest. Pak hem op nou, hoor. Hier bij zijn kop. Ja, ik heb hem bij zijn kop uit. Oeh. Kijk eens. Oeh. Beet pakken zo. Ik zal hem even meenemen. Godverdomme, wat is het een gevaarlijke slang. Kijk eens wat een gevaarlijke slang. We lopen hier nog over een brug ook. Hier het water. Jongen, wat een gevaarlijk gebied is dat hier, de Amazone. Wel mooi. Wat is dat nou, joh? Wat is dat ook een soort beest, een zwarte rat? Kijk, een zwarte rat, jongens. Dat zou toch nu die Elemalia-rat zijn? De gevaarlijkste van de wereld? Ik zie er 2 zelfs. Nou, we gaan even verder zoeken, jongens. Want ik ga eerst, we hebben zo'n tijd niet om te filmen. Ik zou tegen de cameraploeg zeggen. Jongens van de cameraploeg, we moeten stoppen, we moeten Peter helpen, want die moet gelijk gif toegediend krijgen. Oké, we gaan even verder kijken. Ik heb nog even die slang in mijn... Oh, wat een gevaarlijk beest, moet kijken, joh. Jongen. Kijk, hij ligt op de brug nou. Kijk, hij ligt op de brug. Laat hem even rustig leggen en we krijgen hem te bakken. Jongen, wat een gevaarlijk beest. Oké, Arno, we gaan sluiten nou even af, hoor, want we hebben zo weinig tijd, want Peter moet direct naar het ziekenhuis. En we gaan even contact opnemen met die helikopterpiloot daar zo. 045. Hallo, 045. Ja, senor. Je man spreekt Spaans ook. Ja, senor. Zie, toen rapido naar een hospitaal. Om mijn collega Petertje. Die is geboeten. Oké, we gaan hoor.